Het is augustus 1566. Tijd voor de beeldenstorm. Oh, we vinden het heerlijk. Even tijd met het hele gezin. Even lekker stoom afblazen, alle frustratie van je af. De oogst is mislukt. We hebben hongersnood. Logisch dat de mensen kwaad zijn, toch? Wij protestanten worden enorm onderdrukt. Ja, dan knapt er iets. Dan wil je gewoon hun kerkje stuk maken. Dat is niet zo gek, toch? En het is ook nog eens heel gezellig, hè jongens? Ja, normaal mogen we niets kapot maken van onze ouders. Maar vandaag wel, want het is met een hoger doel. Hè, pap? Zeker weten. Hebben jullie er zin in? Ja! Beeldenstorm! Kom naar de kerk, kom naar de kathedraal. Doe met ons mee, we zijn er allemaal. Wij protestanten worden gediscrimineerd. Weg met de katholieken, die maken rechtsomkeert. Het is beeldenstorm voor alle mensen. Het is beeldenstorm voor jou en mij. Jou en mij. Ben je arm onderdrukt? Kom erbij, sla iets stuk. Want de beeldenstorm die is nog niet voorbij. Pak een beeld en hak het maar in tweeën. Zet je messen in zo'n prachtige icoon. Duw het orgel met een zetje naar beneden. Ja, zo maken wij de kerken schoon. En alle bijbels die gaan opklaaien in het water. We zeggen weg met alle pracht en alle praal. Gooi je stenen naar een katholieke pater. En we zingen allemaal. Het is beeldenstorm voor alle mensen. Het is beeldenstorm voor jou en mij. Want de beeldenstorm die is nog niet voorbij. Nee, de beeldenstorm die is nog niet voorbij. Niet voorbij. Want de beeldenstorm die is nog niet voorbij. Niet voorbij.